Op internet hadden kinderen een filmpje geplaatst wat opeens viral ging en binnen een paar weken 17 miljoen keer werd bekeken. In een groot duur huis zaten een aantal mediabazen hun geld te hebben. Zo jongens, we hebben dit jaar maar 20 miljoen euro winst gemaakt. We moeten echt iets verzinnen waar we dit jaar mee gaan knallen. Zo jongens, heb je wat gehoord over dat op internet? Er waren volgens mij vijf kinderen. Die waren de Macarena aan het dansen. En daar hebben ze al echt, denk, een paar miljoen viewers op. Ja, dat filmpje heb ik ook helemaal gezien. Dat is helemaal viral gegaan. Zo, als we die kinderen nou eens voor ons laten werken. Ja, dat is een goed idee. Ja, precies. Kom op, we gaan er naartoe. Ja. Ja. Op school konden de kinderen niet geloven dat een simpele dansvideo zo'n enorm succes was. Vet man, had je dat gezien? Meer dan 17 miljoen keer bekeken, hè, ons filmpje. Super. Echt bizar, ik ben al een paar keer herkend op straat. Zo, als we daar de internetsterren niet hebben. Zo, en wie zijn jullie dan wel? Nou luister, we hebben een plan. Wij willen met jullie gaan toeren over heel de wereld. Nou, en dan verdienen we heel veel geld met alle optredens. Maar wanneer is dat dan? Want we moeten nog wel gewoon naar school natuurlijk. Ah joh, school regelen we allemaal wel. Als jullie nou gewoon even je handtekening onder dit papiertje willen zetten, dan zijn we ook blij en zien jullie ook blij. Maar we moeten dat toch wel even bespreken, toch? Ja, maar ik vind het wel een leuk idee. Maar misschien mag het van mijn ouders niet. Kijk, al dat geld. We krijgen wel veel geld. Ja, dat bedoel ik. Maar dat is denk ik geen goed plan. Ja, we mogen volgens mij niet eens helemaal werken. Want dat zou toch gewoon kinderarbeid zijn? We doen het niet! Echt waar niet? Nou, wacht nog maar eventjes. Kinderen hadden het aanbod geweigerd en dus ging plan B in actie. De mediabazen verstopten zich in de school. Ze gaan nu de wc in. Kom op, nu gaan we privéopnames maken. Ja. Ze lieten de foto's aan de kinderen zien en dreigden deze online te verspreiden. Maar dat mag helemaal niet. Ja, nou daar heb je helemaal niks mee te maken, dat doen we gewoon. Tenzij jullie meewerken natuurlijk. Ik denk dat we het wel moeten doen, want ik wil echt niet dat ik op de wc op YouTube kom. Nee. Misschien is het maar een paar keer optreden, joh. Maar het waren geen paar optredens. De kinderen werden heen en weer gevlogen en moesten overal hun dansjes doen. Hey, hello, how are you? We are very proud to present YouTube sensation, the Macarena Dancers. Hier is internet sensatie de Macarena. Vandaag hebben wij die Hollandse plezante Macarena dansers. Welkom bij ZipLive. We hebben vandaag hele speciale gasten. Het zijn de Macarena dansers. De kinderen werden als slaven behandeld en in het grothuis van de bazen moesten ze op de zolder op de grond slapen. Nou jongens, na al die optredens mogen jullie hier lekker gaan slapen. We hebben super hard voor jullie gewerkt. Ja, maar we geven jullie wel wat. Hier zo, iets 5 euro. Zo weinig? Het is net kinderarbeid. Op zolder had een van de kinderen een telefoon te pakken gekregen. Ja, hallo. Wij zijn de Macarena dansers en wij worden volop uitgebuit. 9 keer 9. Hé jongens, stil eens. Stil eens, er is een Macarena danser aan de telefoon. Ja? Ja, we zitten ergens op een zolder midden in het land of zo. Met de nieuwste technische snufjes gingen ze het telefoontje traceren. Ja, en als ik die... Ja, en misschien als ik die... Ik denk dat ik weet waar ze zijn. Het is niet heel ver. Oké, kom, snel. We moeten snel gaan. De bazen hadden nu zowel geld verdiend, dat ook niet meer wisten wat ze ermee moesten doen. Ja! We zijn rijk! Volgens mij zitten de kinderen aan het worden hier. Kijk, ze zitten hier met hun geld te gooien. Ja, we zijn rijk! We zijn rijk! Jongens, we zijn rijk! Nadat
de bazen waren gearresteerd, werd er gezocht naar de kinderen op de zolder. Ja, ik hoor geloof ik wat daar. Het zou zo kunnen. Kom, laten we erheen gaan. Oh, die lieve schatten. Kom op, we moeten ze helpen. Kom op, staan. Kom mee. De kinderen waren ook bevrijd en hoefden nooit meer de Macarena te dansen. Ja.